Kijk, daar staat Tim. Oh, jongens. Een hele mooie vastbreken hoor, maar gewoon goeie paas van Peters op nummer 13. Dat is Moors. Echt niet hoefde. En dan gaat de snelheid van Maconda. Die gaat zo snel, die vergeet de bal zelf. En Moors staat gewoon weer vrij. Ja, omdat, en, ja dat is een slechte helpside van te laat in ieder geval. Ja, die moet het hebben van zijn intensiteit en die legt hij wel op de vloer neer. Dus hier, dankjewel. En dan hebben we de eerste dunk van de wedstrijd. Terrence Bizar, keurige paas van Tim Hoeven. Head of naar Ikamba, dan komt het screentje op Hoeven en dan wordt er waarschijnlijk een site gekeken. Maar Hoeven die zag toch een open schot voor hemzelf en hij wordt ook nog eens aangeraakt in zijn gezicht, klopt. Echt, we weten dat hij beter kan, maar dit is gewoon een turnover waarvan je zegt van ja, dat is gewoon echt onnodig. Ja. Hoeven voor 3, bam. Ja, raak. Dan gooit net ook al een lekker schotje erin, dus wat hij ook goed kon hoor. Maar. Ja, nee, fantastische 1-1 speler. Steel van Koen Stolk, slechte paas van Delft. Dan moet Moors doen, denk ik, mooi gespeeld, spin move. Sorry, maar ik zie ook aan die Moor, die kon ook echt niet meer doen dan dit, want dat heeft hij gewoon niet in zich. Ja, nee, dan zal dat ook zijn, dat bedenk ik me nu ook. Ja. Nou, die maakt in ieder geval allebei en hier gaat open lane goede paas en aan een heerlijke dunk voor Dorsen. Dit zag er niet goed uit, Vrijworm wordt gemist door Kozak, maar hij had al 2 punten gemaakt. En dan gaat Pedersen, die beslist dat hij nog maar een keer een alley-oop paas geeft op Dorsen. Heerlijk. Ook een keer? Jawel. Ja. Delft. Lekker naar de baas zit. De scheidsrechter die ziet hier een persoonlijke fout voor. Ik denk Quisenberry, dus er gaat een bonusvrij worp komen. Maar nee, helaas. Hij mist hem een... En hier heeft hij weer een steal. En een goede fast break leidt hier voor Delft. En hij moet Quisenberry gewoon laten gaan. Ja, lekker een linkshandige dunk. Ja. En die zal zich wat meer moeten laten zien nu ook in het spelbeeld. Je hebt nog 2 rebounds hier, Delft, hè? Ja. Boom. Dickerson. Mooie paas van Pekkenkop, zag hij heel goed. Hij denkt dat ruimt een ander wel op en dat gebeurt ook as we speak. En hier komt dan een 2-man spelletje tussen Hoeven en wie denkt u? Quisenberry Dickerson, goed afgerold, goede paas weer van Tim. Ja. Dit jaar toch echt rustig wat dat dan gaat hoor. Ja, klopt. Ik weet ook niet of de wedstrijd is onder, zijn. De wedstrijd is onder controle ruim. Tim Hoeven, goede dissel van Ikamba en legt hij keurig in hoor. Een rare bal van Ikamba, maar evengoed wel de rebound gepakt. Ja, maar ik noemde hem net even, de Caleb Warner. En het zal vast een aardige jongen zijn, maar... Tip in, weer een rebound. Ja. Die heb ik nog nooit in 3 punten zien schieten. Kan die dat? Ja, wel, maar niet... Kijk eens. Hoppa! Lekker hoor. Nou, ze hebben al met al denk ik best wel een leuke wedstrijd gezien, Wim. Waarbij, als je het mij vraagt, Zwolle gewoon terecht wint. En... Kom maar, 3 punten, nee, nog eentje. Er ja, komt ook een dubbele cijfers. Eigenlijk wat in de wedstrijd zit het ook wel best. Ja, Wedstrijd gewonnen inderdaad. In het voordeel van Zwolle 79-71.